Nou, ik denk dat een heleboel mensen dat ook hebben geprobeerd thuis, de huismama's. Maar let u op de pot. En als u, vooral vanaf de morgen, fijn senior, naar een oplader, heeft u liever een pressie als een Spaans zodanig, ga even terug en check, double check. En dan ben je zeker dat als u even naar EBS moet of SWM, dat alles veilig thuis achterblijft. We hebben bijna, als u mijn scherm een beetje aanpast, dan zou u denken dat hij op Facebook is. Omdat daar zijn medium is, het medium dat hij vaak genoeg inzet om andere jongeren en mensen in de samenleving te bereiken. Amana wa showman, amana wa entertainer, amana talanga, amana de ernstig. Verleden Michamana Pizza Hut, amana tikink lolly. Dus amana wa libimang en amana wa sranamang. Vandaag gaat hij praten over something special. We geven hem de ruimte om te groeten. En after dat mag je dan gelijk zeggen wat hij in Mamante Takje is komen doen. Kan je alsjeblieft dit is de Taylor. Dat ding is, ik drift soms gewoon weg. Oké, nu kom terug. Yes, ja. Ben je er? Yes. Welkom in de STVS studio, Mama Tentaki. Je mag Suriname groeten. Goedemorgen, Suriname. Mijn naam is Serge Dion, meer bekend als Schizo London. Ik ben een entertainer en ik denk dat u de eerste bent die het goed heeft. Entertainer, want sommige mensen noemen me comedian. Ik ben geen comedian. Nee, toch? Ik ben een entertainer. En ik maak content. Ja, dus dat. Oké, het maken van content. Leg dat uit. Wat is het precies? Wanneer ik praat over het maken van content, dan praat ik over short movies die ik maak. Soms schrijf ik ook verhalen op mijn page, Team Drop Reality. Eigenlijk van alles dat te maken heeft met de media of dat entertaining is voor de samenleving. En hoe lang ben je al bezig? Want Fossi Bemoro, ja. Slanky Bemoro. Ja, klopt. Jongo. Ik ben in 2014 begonnen. En ja, vanaf december 2014 ben ik begonnen. En van daaruit is het een beetje gaan uitbreiden naar wat ik nu doe. En hoe groot is jouw bestand geworden nu aan vrienden? Ik zou niet praten over vrienden, ik zou praten over volgers. Op Facebook heb ik 48.000 volgers. En op YouTube is het 25.300, denk ik. Ja, zoiets. Ik hou het ook niet meer bij. Reden genoeg om ook ervan te verdienen? Ja, dat wel. Maar ik wil niet daarover praten, maar... Ben je bang? Niet dat ik bang ben, maar... Het is beter om sommige onderwerpen niet te bespreken wanneer je dit werk doet. Want mensen gaan het onderschatten of mensen gaan het overschatten. Dus, is liever silent op dat punt. Maar als je kijkt naar wat je vanaf 2014 hebt gedaan, van welke van de producties zeg je van EADC? Dan moet ik praten over een project dat ik met mijn groep heb gedaan voor Juspol en UNICEF. We hebben een paar voorlichtingsvideo's gemaakt. Het waren 4 stuks, waarvan 1 van ze meer dan 1 miljoen views heeft bereikt. In, ik denk, 2 maanden. En dat was 1 over... misschien heeft u het de laatste tijd ook gezien dat een heleboel tieners hun video's wordt gelekt. Dus porno-video's en zo. Mm. En we hadden daarover een voorlichtingsvideo gemaakt. En die is viraal gegaan. Zelfs in het buitenland is het veel gedeeld. Dus dat was een van die films die ik zei, oké, die is een van de beste tot nu toe. En wat was de rode draad in die film? Het ging over iemand die een video heeft gemaakt van zijn vriendin en hij heeft het gedeeld met iemand anders. En op den duur kon zij, omdat ze werd herkend door een heleboel mensen, werd ze niet geaccepteerd voor een werk. Want de werknemer zelf heeft haar herkend. En weet je, als je gezicht bekend is, kan je schade aan je bedrijf brengen. Dus... vandaar dat ze niet aan het werk kwam. Wat is uiteindelijk geworden? Uiteindelijk, ja, maar dat is eigenlijk de boodschap die we willen brengen. Niet elk verhaal heeft een happy ending. Mm-hmm. En als je die mensen echt de nare ervaringen ervan kan wezen of kan meedelen, blijft het langer prikken dan als ze echt dat werk had gevonden. En zo, ze heeft het gedaan, maar ze heeft toch een werk gevonden. Dus ik ga het ook doen. Snap je? Mm-hmm. Of als ik het doe, is het niet zo erg. Maar zo echt reality. Ja, dus echt zo echt die realiteit aan ze wijzen, dat blijft het langer prikken dan
hey, oké, ze heeft het gedaan, maar ze heeft het werk gevonden, dus dat is niet zo erg. Is populair geworden. Ja, en we kijken nu naar 5 december. Je bent weer bezig geweest. Ja, klopt. Natuurlijk kom je niet zomaar met dingen. Je komt met something waarbij de boodschap duidelijk is. Yes. En ook de doelgroep zich terug kan vinden in de producten die je uitbrengt. En wat is het deze keer? De reden waarom het 5 december wordt gedaan, het is een short movie. Het is een short movie, het heet Perspectief. En de reden waarom het op 5 december wordt gelaunched is omdat 5 december Kinderdag is. En niet dat die film specifiek voor kinderen is of dat het gericht is naar kinderen, want het is een PG-13. Mm-hmm. Maar die film, PG-13. Dat wil zeggen. PG-13 wil zeggen dat je eigenlijk toestemming van je ouders nodig hebt om naar die film te kijken. Ja, dat is het eigenlijk, PG-13. Maar die film, ik weet niet of ik echt veel erover ga kunnen praten, want het heeft veel spoilers erin, het heeft veel twists. Okay. Maar die film wordt gelaunched op 5 december omdat het echt te maken heeft met dat kind, dat verhaal. Dat kind staat centraal in dit verhaal. Oh, vast. Je hebt ook een promo ding. Ja, ik heb het deze genomen. Yes. Hey, let's check it. Jij en je broer zijn misschien wel tweeling, maar jullie hebben niet dezelfde bloedtype. Eli, mijn god, wat is er met je? Wat er met mij is? Wat er met mij is? Moet ik aan jou vragen? Hey, sabai. Hey, wat doe je door een keer? Hey, dat doet dat niet. Eli, wat doe je? Wat Faya, dit is het nieuws. En de Brada, dan denk ik aan de familie Hop, moet het zijn. Ja, klopt. En die hebben ook een bijdrage geleverd. En we kennen hem van Facebook, social media. En hij komt uit met something, weer een boodschap, om aan te geven wat de realiteit soms kan meebrengen, met zich mee kan brengen. En dat betekent ook sowieso voor ons dat we wachten op het moment. Hoe laat precies, wat gaat precies gebeuren op 5 december? dus de maar tijd waarop het... Maar ga je vast voor goed, nu ben je even denk je. Dus er zijn een heleboel mensen die erop wachten, maar het wordt gelaunched op 5 december om 2 uur op mijn social media kanalen. Dat zijn Facebook, dit is het nieuws, YouTube, dit is het nieuws. Ook op Facebook op Teendrop Reality. Dus als die mensen het willen zien, kunnen ze gewoon op die pages gaan. En dan wachten ze erop. Er is al een première gedaan op YouTube. Dus de tijd waarop het wordt gelaunched is al gezet. Dus als je nu op YouTube gaat en je zoekt naar Perspectief, ga je volgens mij een timer zien die countdown naar de launch ervan. Mm-hmm. Dus ik zou zeggen, kijk ernaar. We hebben veel werk erin gezet. En ik zou zeggen, het heeft veel twists erin. Wanneer je denkt dat dit gaat gebeuren, gaat dat gebeuren. Dus ja, als een tweeling ziet en ze hebben niet hetzelfde bloed, dan is dat ook maar wel heel twist gedoe, dat was heel zo systeem. Dat wordt spannend. U blijft natuurlijk nog steeds kijken naar deze aflevering van Mama Tetaki via de nationale zender. En vandaag praten we met verschillende belangrijke mensen in de samenleving. U bent ook natuurlijk belangrijk als kijker, maar het is mooi als u kunt horen van een andere Sranamang waarmee hij bezig is en wat hij precies doet. In dit geval praten we over social media en wat de Surinamer, de positief denkende Surinamer, doet op social media om anderen te bewegen ook positief te denken. Ik vraag aan het eind dat hij u oproept om te kijken op 5 december aanstaande, maar hij moet het doen zoals hij het nieuws presenteert. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Dit is het nieuws. En Timtak, dit is het nieuws. Deem Saptak naar Serge Dorbaka in de house naar een brand nieuwe aflevering voor Dit is het nieuws origineel in de studio's van STVS. Ik zou zeggen, if you want your film to see, want je ziet dat het geweldig is. Het heeft de tweeling erin, het heeft de twist erin, het heeft heel veel twist erin. Ik zou zeggen, zet jouw timer nu. En ja, wacht op de countdown, want het gaat geweldig zijn. Het heeft heel veel twist. Ik zeg het altijd, het heeft veel twist. En blijf ons gewoon checken op, ja, dit is het nieuws.
Ik geef het woord weer aan mijn gastheer. Faya in apresie. We gaan naar muziek en zijn straks terug met more. En we blijven op de Jamaican Tour.